In het Assize-proces tegen de Armeniër die 2 jaar geleden in het Wilde Weg begon te schieten in café Den Ouden Tijd in Leuven, zijn vandaag de getuigen gehoord. De klanten die er die bewuste avond bij waren, moeten zich het hele drama opnieuw voor de geest halen. Café Den Ouden Tijd aan het station in Leuven vanmorgen. Op 9 mei 2005 schoot een Armeniër hier een klant dood. 5 anderen raakten gewond. De getuigen van die schietpartij moeten straks hun verhaal doen in het Assize-proces tegen de dader. En getuigen waren er genoeg, want het café zat op het moment van de schietpartij stampvol. Ik zat hier aan tafel en op een gegeven moment hoorde ik 3 harde knallen en achteraf nog eens 3, denk ik. Dat is al 2 jaar geleden. Maar bij de eerste knal dook ik onmiddellijk op de grond en iets daarna... Ja, na de knallen kropen terug onder tafel uit en zagen we her en der overal slachtoffers liggen in het café zelf. Ik wist eigenlijk niet wat er op die moment aan het gebeuren was. Ik was op de grond aan het kijken of er iets aan het ploffen was of het een of het ander. En één keer zie ik de schutter liggen met mijn wapen in zijn handen. Op die moment zag ik dat het wapen open stond en ik zo rap mogelijk achter mijn toog gegaan. Het Assize-proces rakelt het drama opnieuw op. Maar ook in café Den Ouden Tijd doet de tijd vergeten. Heel af en toe wordt er nog wel eens over gepraat. En zeker nu dat het proces terug begint. Maar het leeft niet echt meer. Het leeft niet echt meer. Alleen sommige kameraden van hem die zeggen af en toe nog zo wel eens van we missen de sissen. Het was eigenlijk toch een goeie. En zo. Eén voor één vertrekken de getuigen naar de rechtbank om er hun verhaal te doen. Ik doe het omdat het verwacht wordt. Maar het is niet dat ik sta te springen voor dit te doen. Maar u ziet het als uw plicht? Ik zie dat als mijn plicht, inderdaad. Ik was nogal vrij zenuwachtig, maar ik ben blij dat ik er vanaf ben. Was het zoals u verwacht had? Ze hebben mij vragen gesteld, waar ik eigenlijk al niet meer wist wat dat ze gingen vragen, omdat dat zo lang geleden is, maar als ze mijn dingen gingen ophalen, kon ik me terug herinneren. Het Assize-proces duurt nog de hele week. Morgen donderdag wordt er gepleit en vrijdag volgt normaal gezien de uitspraak.